Een circulaire economie is denk ik een systeemverandering. Die op een oplossingsgerichte manier antwoorden geeft op een aantal essentiële vragen die wij als samenleving moeten oplossen. Dan heb ik het primair over grondstoffenschaarste. Huidige generaties gebruiken in een hoog tempo, verbruiken eigenlijk de grondstoffen die we hebben. Zonder rekening te houden met toekomstige generaties. En daar zoekt de circulaire economie naar pragmatische oplossingen om dat op een business-wise manier op te lossen. Nou, de visie van Vergansewinkel kan ik heel simpel samenvatten in 3 woorden. Afval bestaat niet en daar past die circulaire economie naadloos in. Wij willen binnen die circulaire economie een verbindende schakel zijn. Door afval dat we inzamelen bij onze klanten te transformeren in grondstoffen. En daar zijn we vandaag de dag ook al goed in. Nu recyclen we ruim 2/3 van het afval dat we inzamelen. En 93% krijgt al een tweede leven als grondstof of energie. Uitdagingen van de circulaire economie die liggen onder andere in wetgeving. Wetgeving is op dit moment Europees gestuurd, maar wel heel lineair. Kijken naar het begin van een cyclus, naar een product, kwaliteit van het product, milieu, etc., veiligheid, heel belangrijk. En kijken ook weer aan het einde van de cyclus, als het afval wordt, dat is het afvalwetgeving. Het gaat erom dat die aan elkaar gekoppeld worden, zodat op een makkelijke manier grondstoffen die gerecycled worden uit afval, weer kunnen worden ingezet in nieuwe producten. Daar is nog veel te winnen. Circulaire economie biedt grote kansen voor ondernemers die de durf hebben daar ook in te stappen. En dat is naast recycling, waar wij als Vergansewinkel ook in zitten, het herwinnen van grondstoffen, ook in de reuse, remanufacturing, het hergebruik. En ook in het redesign van producten en het daarmee creëren van nieuwe businessmodellen. Om in een multiple cashflow situatie op meerdere momenten in de keten die grondstoffen te behouden in een product of buiten een product. En daar businessmodellen rondomheen te creëren. Nou, het gaat over het verspreiden van die kennis rondom circulaire economie, het zien van voorbeelden, het leren van koplopers op dat stuk. En ik hoop dat er ook heel veel gewoon ondernemers naartoe komen die daar geïnspireerd raken, kansen zien en echt die change maken naar die circulaire economie. Dus inspiratie opdoen om uiteindelijk daar gewoon geld mee te verdienen.